Hallo. Het is weer die tijd van het jaar. En hoewel de dagen duidelijk kouder worden, kan Kerstmis ervoor zorgen dat zelfs de meest verzuurde docent tot inkeer komt. Ik breng jullie het verhaal van meneer Spijker. Ja. Nou, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ja, die week voor de kerstvakantie, die hakken er altijd echt in hoor. Zoveel werk, weinig te doen, maar veel te doen juist. En die leerlingen hebben echt geen zin. Nou, het was weer gezellig. Fijne avond. Goedenavond, heren. Hoe gaat het werk? Ja, werk houdt deze tijd echt niet op, maar ik hou het voor gezien ervoor gemaakt. En meneer Spijker ook al klaar? Ja, je moet hem echt laten hoor. Als die kinderen mag geloven, dan is het echt een pittig proefwerk. En daar heeft hij echt wel als een nakijk aandacht voor nodig. Daar maakt hij altijd voor. Hou op, echt. Die leerlingen leren zich het apenlaatjes, echt. En dan halen ze misschien net aan het voldoende. Maar het is echt niet goed. Er is toch wel meer in het leven dan school en leren? Ja. Meer in het leven dan leren, mevrouw Kauwseer. Meent u dat nou serieus? Een goede educatie is het meest waardevolle bezit van een mens. Ja, en dat is sessies, dat kan teleurstellend zijn. Maar het is eerder teleurstellend voor mij dan voor die kinderen. Je moet vaak de grootst mogelijke onzin nakijken. Het doet gewoon pijn aan mijn ogen. Maar goed, dit werk moet af. Ik wil het nagekeken hebben voor aanstaande maandag. Of de kinderen weer naar school komen en dan kan ik het met hen bespreken. Maar u weet toch dat maandag dat de leerlingen geen school hebben? Niet naar school. Natuurlijk komen ze naar school. Anders blijven ze maar dom. Maar ze hebben kerstvakantie. Ze zijn 2 weken vrij, meneer Spijker. Kerstmis? Kerstmis? Kwats. Hoezo kerstmis? Belachelijk feest waarbij ze bomen versieren en vervolgens gaan ze heel veel eten en maar zeggen dat het gezellig is. Nou, ik vind het allemaal maar onzin. Meent u echt dat het al nu weer is? Ja, heeft u dan al die kerstbomen niet gezien? Ach ja, ik vroeg me af wat het stuk onkruid daar deed. Nou, hij komt er ook achter hoor. Wat zegt u? Nou, er staan er daar meer achter. Wat? Ja, kerstbomen. Ik vind het allemaal maar onzin. Ik maak de rest wel thuis af. Ik ga snel naar huis. Voordat iedereen mij een vrolijk kerstfeest gaat wensen. Dag collega. Consumentisme. Ah. Nog een fijne dag collega. Ja. Doeg meneer Spijker. Doeg. Een hele prettige kerst. Onzin. Fijn nieuwjaar. Tot ziens. Fijne kerstdagen meneer. Fijne kerstdagen meneer. Kerstdagen, het is namelijk die 5 kinderen. 2 dagen, niks doen, zonde van je tijd. 2 dagen, 2 weken. 2 weken, nog erger. In die 2 weken kun je van alles doen. Je kunt je wiskunde perfect voorbereiden, praktica kun je maken. Het is niet alsof wij 2 weken helemaal niets gaan doen. Oh nee, wat gaan jullie dan doen? Nou, even kijken, gamen, hangen, Netflix, eten, chillen.
Ja, echt heel veel. Ja, maar dat is echt godsgeplaagd. Ik vind het echt vreselijk. Als het aan mij had gelegen, was die hele zandkraam afgeschaft. Vakantie, vakantie. Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat die vakanties van jullie drastisch worden ingekort. Opzij, ik moet er langs. Ik moet er door. Laat me lukken. Met rust. Zeg dat vroeger aardig was. Zeker tijdens de Renaissance of zo. Zeg het wel. Maar we hebben tenminste twee weken vakantie toch? Ja, vakantie. Wilt u een paar kopen? We hebben ze zelf gemaakt en het is voor een goed doel. Ja, wat moet ik daarmee? U kunt een kerstboom brengen aan vrienden en familie. Of u hangt het in de kerstboom? Ik heb helemaal geen kerstboom. Belachelijk heidens ritueel. Heeft u geen kerstboom? Nee, natuurlijk niet. Wat moet ik met een kerstboom? Het kost alleen maar geld, alleen maar commercie. Ga ik niet aan beginnen. Ja, maar het is voor een goed doel. Een schooltje in Bolivia? Die kinderen hebben het niet zo goed als wij, daarom zamelen wij geld in. Het is juist goed om tijdens kerstmis aan andere mensen te denken. Ja, hoewel ik vind dat school belangrijk is in het leven en waardevol is, denk ik toch dat die ouders dat zelf maar moeten betalen. Weet je wat het is? Ze hebben eigenlijk alleen maar boeken nodig, geen geld. Geef ze een hengel in plaats van een vis. Een hengel? Maar dat is oneerlijk. Het leven is oneerlijk, jongetje. Een belangrijke les voor jou. Goedemiddag. Alle magisch, wat een vreselijke vent. Echt, joh. Gaat het, meneer Spijker? Wat is dit voor onzalige jingel? Nou, we zullen voor u eens even een mooi kerstlied zingen. Even afgeleid. Zijn jullie klaar? Nou, nee, we zijn niet klaar. We zijn aan het repeteren voor vanavond. We treden op in het dorpshuis. Dus u bent hierbij van harte uitgenodigd. We gaan spelen in A Christmas Carol van Charles Dickens. U weet wel, Scrooge. Kent u dat? Nee, die ken ik niet. En die hoef ik ook niet te leren kennen. Ik ben helemaal klaar met jullie onzin, met jullie kerstonzin. Ik heb er schoon genoeg van. En als u het niet erg vindt, dan ga ik nu naar huis. Ja, en na de vakantie laat ik jullie een essay schrijven van 8 kantjes lang over de zwarte kant van kerstmis. En de eenzaamheid die dat teweeg brengt en het gevoel van totale moedeloosheid. 8 kantjes moet het worden. En reken maar dat ik het streng nakijk. Werken ze jullie? En dat is het enige met kerst dat ik zal doen, dat beloof ik jullie. Of ik mag hier ter plekke dood neervallen, ja? Save us all from
mijn hoofd staat op. Knap, knap, knap. Wie zijn dit? Waar ben ik? Ik kan me niet meer bewegen. Ik kan niet eens mijn mond open. Alles doet pijn. Tja, dat ziet er niet zo best uit. Wat denk jij, confrère? Tja, ik zal zijn pols eens even voelen. Ja, die is wel goed. Hoe is het met de temperatuur, Brodder? Ja, alleen een lichte verhoging, dokter. Mooi. Is zijn vrouw al gebeld? Hij is niet getrouwd, joh. De heer Spijker woont alleen. Ja, wat? Is dit Jeremonis? Spijker? De leraar? Jeronimus, ben jij dat? Ja, ik ben het. Maar ken ik hem? Hij komt me wel vaak bekend voor. Het is inderdaad de heer Spijker, die mopperpot. Daar heb ik vroeger nog les van gehad, helaas. Ken jij hem ook? En of ik hem ken? Of eigenlijk, ik ken hem niet meer. Hoe bedoel je? Jeronimus was vroeger mijn beste vriend. Een hele leuke gozer. Waar ik veel lol mee gehad heb. Hij stond ook altijd voor iedereen klaar. Een echte klasbak. Lol, dat is allemaal verleden tijd. Maar dat van die goede gozer, dat klopt nog steeds. Nou, dat was niet helemaal mijn ervaring hoor. Maar hij heeft wel degelijk vrienden gehad. Wie staat dat hij helemaal nog geen bezoek heeft gehad? Vriendschap is een illusie. Onbegrijpelijk, hè. Vroeger was het echt een leuke vent. Wat is er gebeurd dan? Hetzelfde liedje. Je wordt volwassen. Teleurgesteld in de liefde. Dolk van een vriend in de rug. Wordt docent en je verzuurt helemaal tot in je kern. Zeg. Ik ben niet verzuurd. En dan reageert ook nog af op je leerlingen. Triest. Heel triest. Maar vooral om hier hem zo te zien liggen. Ik schrijf wel iets voor. Broeder, 3 maal daags laten innemen. Zorgt u daarvoor? Ja, dokter. Nou, ik ga verder met mijn ronde. Zie ik jou straks op de golfbaan? Ja, dat is goed. Wel okay. Jou. Wel ja, laat mij maar liggen. Waarom schudt hij zijn hoofd? Wat heb ik eigenlijk? Dokter, oude vriend. Blijf hier. Oh, mijn hoofd staat op ontploffen. Nou, het is dat mijn moeder is misschien niet gegaan, hoor. Moest van mijn moeder neerspijken ook iemand, zei ze. Nou, daar werk je anders maar weinig van. Maar waarom ben jij hier eigenlijk? Moest je ook? Nee, maar het lijkt me gewoon leuk om hier te zien liggen. Zo kun je toch niet zijn? Nou, daar ligt hij dan. Geslapen. Nou, gelukkig, want anders zou hij alleen maar mopperen. Ja. Beter. Stel nou dat hij gewoon niet meer terugkomt. Ja, wat dan? Nou, dan krijgen we een nieuw docent. Oh ja. Beter? Ja, want veel slechter dan dit kan het niet. Weet je, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik hoop eigenlijk dat hij niet meer terugkomt. Toch niet? Ja, ik hoop het eigenlijk ook niet. En ik helemaal. Weet je, kom, we gaan. Even lekker naar huis, weet je? We gaan lekker naar beneden. Ja. Tot nooit meer ziens. Tot nooit meer ziens. Bye. Mevrouw Krabbelscheer, wat doet u nou hier? Nou, ik werk hier, meneer Spijker. Ja, overdag werk ik hier en 's avonds doe ik dus pols schoonmaken. Maar dat is toch veel te veel voor u? Ja, ach ja, mijn man is ziek en we hebben geld nodig voor medicijnen. Dus ja, dan heb ik 2 baantjes nodig. Oh, wat vervelend voor u. Ach ja, ik doe het met liefde. Ja, maar... Ja. Maar wat? Nee, zeg het nou. Wat bedoelt u? Ja, nee. Nee, zeg het nou. Nou, oké. Kijk, het liefst zou ik nu, zeg maar, thuis zitten met mijn man op de bank en
En met mijn hondje. En dan gezellig met een glühweintje. Met de kerstboom en kerstverlichting. En, maar ja, de school moet ook gewoon schoonkomen. Maar er is toch altijd wel iemand die iets kan betekenen voor u, denk ik. Nou, en we hebben het geld nodig. Hoezo dan? Nou ja, mijn man is de zaak kwijtgeraakt door de crisis en nu hebben we schulden. Ja, maar dat komt toch wel weer goed? Ja, nou ja, we hebben ook niemand naar wie we toe kunnen verder, dus ja. Ja, maar mevrouw Krabbescheer, er is toch wel iemand die iets voor u kan betekenen? Nee, er is helemaal niemand die wat voor me kan betekenen. Niemand. Nee, we hebben nu thuis een hond en die hond die heeft ademhalingsproblemen, daar heb ik geen geld voor. Ik denk die corona heeft. En nu heb ik met mijn man en dan zit ik hier nu met mijn kerstdingen te doen. Ik kan niet. Maar mevrouw Krabbescheer, ik kan iets voor u betekenen misschien. Mevrouw Krabbescheer, ga niet weg. Nee, blijf. Aangesproken te worden met herken je me dan niet meer, jongen? Ik had meer van jou verwacht. Maar je was nooit echt de slimste, of wel? Spijker, azijn, zeiker. Meneer Smeets, mijn oude wiskundeleraar, maar u was toch al jaren dood? Dat klopt! Ik kom hier om je mee te nemen. Meenemen? Waar naartoe? Naar de hel! Daar moet je boeten voor je gedrag, net als ik. Al die leerlingen die jij beledigd en gemarteld. Nee, maar ik wil niet naar de hel. Ik zal mijn leven beteren. Ik zweer het. Je moet! Te laat! Jeronimus! Zo, meneer Spijker. Tijd om uw bloeddruk even op te meten. Dokter, wat voor dag is het vandaag? Het is kerstmis. Kerstmis? Ja. Nee, echt maar. Het is nog niet te laat. Het is kerstmis. Ja. Oh, pijn. Kerstmis. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wat krijgen we nou, meneer Spijker? Staat er nou de school voor te maken? Voelt u zich wel goed? Vrolijk kerstfeest, kinderen, jongens en meisjes. Ho, 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 vrolijk kerstfeest. Zijn we ziek of zo? Ik ben helemaal niet ziek. Ik vind het gewoon heerlijk. Het is heerlijk. Bent u ziek of zo? Ik ben juist weer beter. Ik ben uit het ziekenhuis gekomen en ik heb meteen de bezem opgepakt om de hele school schoon te maken. Dat is één harde klap geweest op zijn hoofd. Ja, ik had in het ziekenhuis hele nare dromen en die waren aan de ene kant heel erg waar. Het was ook vreselijk en toen dacht ik moet er iets aan doen.
Ik ga gewoon terug naar school en ik maak die hele school schoon. Al moet het de hele kerstvakantie duren. Ik kan het gewoon niet geloven. Hij lijkt wel vriendelijk. Maar weet je eigenlijk wel hoe je de school moet schoonmaken? Nee, dat weet ik helemaal niet. Maar weet je wat het is? Ik zie geen problemen meer. Ik zie alleen maar uitdagingen. Het leven is een frikandel en je moet hem alleen zelf speciaal maken. Gaan we hem dan helpen, jongens? Ja, tuurlijk! Ja! Wat lief! En omdat jullie zo aardig zijn voor mij, dan wil ik ook graag aardig voor jullie zijn. Daarom ga ik voor jullie allemaal chocolademelk halen uit de automaat boven. Yay! En daarbovenop ga ik vanavond voor iedereen kerstpizza's halen. Ja! En dan tot slot na de kerstvakantie gaan met allerlei wanibi! Ja! Meneer! Spijker, ik sprak mijn man net en er staat ineens enorm bedrag op onze rekening. Heeft u dat gedaan? Ja, misschien. Nee, maar dat kan ik echt niet aannemen hoor. Nee, maar je moet het aannemen. Ik voel me de kerstman. En ik voel me niet alleen de kerstman, ik voel me ook een kinderke Jezus in één. Neem me dat aan alsjeblieft. En die is? U mag ons kerstmis geven. Maar natuurlijk doe ik dat! Ho, ho, ho! Vrolijk kerstfeest allemaal! Vrolijk kerstfeest allemaal! Ja, vrolijk kerstfeest, kinderen! Ho, ho, ho! Vrolijk kerstfeest, meneer Spijker! Vrolijk kerstfeest! Oh, het bleef nog lang onrustig op de CSB. En het bleek zowel voor mevrouw Krabbescheer, meneer Spijker als de kinderen een prachtige kerst te worden. En daarmee is ons verhaal, en ook dit jaar, ten einde. Oh, come let us adore him. Come let us adore him. Come let us adore him, Christ the Lord. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to adore him. Come let us adore him.